Hallo en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een 10 favorites video. Namelijk mijn favorieten van de maand november. November is bijna afgelopen. En ja, ik heb al heel erg lang geen favorites video meer gedaan. Dus ik dacht, waarvoor niet gewoon nu? Ik zou zeggen, ik heb aardig wat spulletjes neergelegd. Dus laten we gauw beginnen. Om te beginnen met een aantal beauty productjes die ik heb. Begin ik met deze Soft & Matte. Lipbalsem. Ja, het is lipstick, lipbalsem, hoe je het wil noemen, van de Hema. Ik vind de Hema vaak heel erg duur in de make-up. 4 euro voor een lippendingetje of ik vind het vaak wel aan de prijzige kant. Maar ik vind het echt een hele goede kwaliteit. Ik heb hem nu ook zelf op, dus ik ben er eigenlijk wel heel erg blij mee. Het is inderdaad heel erg mat. En zo'n kleurtje is natuurlijk perfect voor de maand november en december. Een beetje een donker kleurtje, wat er toch wel een beetje classic uitziet. Dus ja, deze echt serieus een echt super aanrader. Dan heb ik deze make-up doekjes van de Action. Deze doekjes gebruik ik eigenlijk al nu een best wel een tijdje. En ze zijn heel erg goed. Ik kan heel veel dingen niet hebben op mijn gezicht. Ik kan bijvoorbeeld ook totaal niet tegen het merk Nivea. Misschien heel raar, maar ik kan er niet tegen. Dus vandaar dat ik deze doekjes heb uitgeprobeerd en ik vind ze heel erg fijn werken. Ze ruiken ook nog eens heerlijk naar kokosnoot. Dus deze zijn echt een aanrader voor gewoon even je gezicht opfrissen. Of natuurlijk ook gewoon even je make-up removen. Want het kan ook gewoon in aanraking met ogen. Maar ik vind het hele fijne doekjes. En ik heb hierna, als ik het heb gebruikt, echt een heel erg fris gevoel. Goed, dan heb ik deze 3 nagellakjes van de Essence. En deze nagellakjes zijn gewoon heel erg top. Ze zijn van de Galaxy lijn van Essence. En ik vind ze echt zo mooi. Ze blijven heel erg lang zitten. Ik heb ervaring met Essence dat eigenlijk na een week al gewoon zo wat er goed af is. Maar deze blijven heel erg tof zitten. Ik heb ze alle 3 al uitgetest. En ja, het werkt gewoon zo goed. Het is heel mooi. Ze zijn gewoon heel erg mooi. Echt een aanrader. Wil je een coole, mooie nagellak voor de maand december? Kijk dan zeker even de Essence lijn op de Galaxy. Want ja, hij is wel echt heel erg mooi. En dan hebben we het laatste beauty product en dat is deze droogshampoo van de Action. Ik heb een droogshampoo gebruikt van André Lon. Super duur. En ik vind dat je haar daarna gewoon heel erg vet is. Ik weet niet of het aan mij ligt, maar mijn haar voelt daarna alsnog heel erg vet aan. Ik heb deze droogshampoo net 2 weken in gebruik. En hij is echt heel erg fijn. Ik ben zeker niet iemand die elke dag wil gaan douchen om de haar te wassen, maar mijn haar is wel heel erg snel vet. Dus vind ik het ideaal om die droogshampoo te gebruiken. En hij werkt echt super goed. Dus wil je droogshampoo waardoor je haar er heel fris uitziet en het nog volume geeft? Koop dan zeker even de fles van de Action. Hij is helemaal niet duur. Hij is 1 zomer volgens mij, als ik het goed heb. En ja, hij werkt. Hij doet echt zijn werk heel erg goed. Goed, dan gaan we verder met 2 snackdingetjes. Allereerst is dat deze fles ijsthee. Deze drink ik al heel erg lang, maar ik vond toch dat het best wel een keertje aan bod mocht komen in een favorites video. Het is namelijk de ijsthee Persik van de Lidl. En serieus, ik vind heel veel ijsthees best heel erg vies. Maar ik vind deze toch echt heerlijk om te drinken. En dan vooral de Persik. De lemon vind ik ook nog wel lekker. Maar ik ben echt verslaafd aan de ijsthee Persik. Echt heerlijk. Dan heb ik nog iets van de Lidl en dat zijn deze gezonde, zou je denken. Maar ja, ik weet niet hoor of ze gezond zijn. Het zou kunnen, het zou ook niet kunnen. Maar mij lijken ze gezond, daarvoor eet ik ze. Dat zijn deze bananenreeps, muslireeps van de Lidl. Er zit een kleine laag chocola overheen en ze smaken ook gewoon echt naar banaan. Ben je nou niet zo'n fan van muslireeps net als ik? Ik hou er ook echt niet van om van die granen dingen weg te zitten kouwen. Dan krijg ik het ook gewoon niet weg. Koop dan eventjes zo'n pak bananenmuslireepen en probeer ze even uit, want ik vind ze echt heerlijk. Ik heb nooit muslireepen kunnen eten en nu ik deze heb, vind ik het echt heerlijk om te eten. Goed, dan hebben we iets heel erg tofs waar ik al heel erg lang naar uit heb gekeken en ik het nu eindelijk mag gebruiken vanaf 1 december. Namelijk deze adventkalender. Dit is de adventkalender van de Primark. Ik heb deze trouwens gisteren gehaald. Echt believe it or not. Maar deze adventkalender, hij is nog niet open. Echt, kijk, nog niet. Hij is nog niet open. Ik moet hem nog open gaan maken. Maar ik ben er zo blij mee. Ik heb er zoveel zin in om dit te gaan gebruiken. Vooral omdat ik was heel erg op zoek naar adventkalenders. En ze waren allemaal zo ontzettend duur.
Sommige waren 40 euro, sommige waren 30 euro. En ik denk, weet je, ik wil heel graag een adventkalender met cosmetica erin. Maar ze zijn zo duur en ik heb geen zin om 40 euro aan een adventkalender voor 24 dagen uit te geven. En ik heb er één. Ze hadden er nog maar eentje, dus ik ben heel erg blij mee dat ik hem heb. En ik heb er zoveel zin in. Goed, dan heb ik nog twee dingetjes. Allereerst zijn dat deze lampjes. En deze lampjes zijn van de Primark. Ik ben hier heel erg blij mee. Heel erg veel lampjes. Die zijn gewoon heel erg groot. Of die hebben alleen maar wit licht. Maar ik vind deze lampjes, je ziet ze hier naast me ook hangen. Ik vind deze lampjes gewoon heel erg mooi. Ze zijn heel kleurrijk. Maar ze zijn toch ook wel heel zacht van licht. Dus ze zijn niet zo heel erg fel. Maar het is zeker een aanrader. En dan zijn we alweer aangekomen bij het laatste, nou ja, eigenlijk de twee laatste items. Maar ja, het valt ook wel weer een beetje in één. Namelijk dit. Nou, jullie zien dat het mijn telefoon is. Is natuurlijk ook een favorite, maar ja, dat kan ik elke keer wel in de favorites laten zien, maar dat is niks nieuws. Namelijk dit hoesje. Dit hoesje komt van Smartfun hoesjes vandaan. En hun hoesjes zijn echt zo tof. Ik vind ze heel mooi. Ik vind ze heel erg tof om te gebruiken. En als je ziet wat hierop zit, want dat zie je misschien ook wel. Dit is een popsocket. En dan zou je denken, een popsocket is natuurlijk zo'n uittrekbaar ding. Je hebt ze ook in ringmodel. Maar ik vond heel veel ringmodellen te groot. Of ze waren zelfs heel snel heel slap. En deze komt bij de Kruidvat vandaan. Hij is wel al een beetje beschadigd helaas. Maar deze komt bij de Kruidvat vandaan. Deze was 3 euro. Maar dit hoesje hebben we dus ook bij Smartfun hoesjes vandaan. Net als allemaal andere hoesjes. Maar dit hoesje is een extreem hoesje. En een extreem hoesje houdt eigenlijk in dat het gewoon extra, maar ook extra, extra, extra veel bescherming geeft. Als ik hem nu bijvoorbeeld zou laten vallen, wat ik natuurlijk niet ga doen. Natuurlijk wil ik het wel uittesten. Maar ja, voor hetzelfde geld is het toch niet zo extreem als dat je denkt dat het is. En dan heb ik een kapotte telefoon. Maar dit is dus een extreem hoesje. En deze heeft dus extra veel bescherming. Zowel aan de achterkant is die heel bulky, waardoor die dus heel beschermend is. Maar ook aan de voorkant is de omhulsing van het hoesje uitgestoken, zodat als die zo mocht vallen, dat hij niet gelijk rechtstreeks op je scherm ligt, maar dat er nog een hoes omheen zit als bescherming. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En dan was dit eigenlijk alweer alle favorites van de maand november. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Doe deze video natuurlijk een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal in het midden. Kijk de vorige video terug aan die kant. En dan zie ik jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg! En tot vlogmas!